Het is tijd voor de action. Yeah. Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de True Wireless Airphones. En dit zijn de Airphones van de Action. Ze hebben in ieder geval 5 uur speeltijd, 30 uur in totaal met alle chargings. Nou, charging time about 1.5 hours, oftewel 1,5 uur. Comfort fit zeggen ze, dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Hoe klinken ze en hoe zitten ze? Ze hebben de touch technologie, kunnen ze kijken of dat ook nog een beetje fatsoenlijk werkt. Nou ja, voor de rest hebben we dan nog wat meer informatie als het hier om gaat. Bluetooth versie 5.3. Hij heeft een driver size van 8 mm, wireless range van 10 meter. Houden we wel bij, is dat het uiteindelijk 10 meter is om en weer zonder obstakels. En voor de rest is het eigenlijk niet heel veel spannends. Laten we eens eventjes uit gaan pakken en kijken wat we gaan krijgen. De verpakkingen zijn echt enorm geworden als het daarom gaat. Want, oh jongens, ik heb toch een hekel aan die blisterverpakking meuk. Maar goed, het zal niet anders kunnen, denk ik. En ja, voor het geld wat we tegenwoordig betalen voor die dopjes is echt belachelijk hoe goedkoop het is geworden. Dit is de truc. Gewoon openknippen op deze manier en dan kunnen we er zo uithalen. Wat zit er eigenlijk allemaal in? We krijgen dan eigenlijk de oordopjes zelf. De behuizing voelt wel een beetje goedkoop aan. Nou, het scharnier is vrij groot als het daarom gaat. En het magnetisme van de dopjes is redelijk. Kijk, zoals je ziet kunnen ze er niet uitvallen. En vooral is het, ja, de verpakking voelt op zich wel wat cheap. Dan hebben we het kansloze kabeltje, USB-C. Maar goed, hij zit erbij. Geen oplader en dan extra airtips. En dat is het denk ik dan. We hebben volgens mij ook nog wel eens een handleiding ergens verstopt zitten. Dat, even zoeken hier zo. Ah, daar is die hoor. Even kijken naar de handleiding, kijken wat ze hier zeggen. Ah, telefoon functions. Nou, dat is op zich even mooi om te laten zien. Je kan er ook mee bellen. We gaan ook de microfoon testen. Nou ja, zoals je hier ziet, hebben we dan al de functies voor de telefonie. Nou, hier hebben we dan ook een mooie, eigenlijk een korte uitleg van hoe het gaat met Bluetooth pairing. Nou ja, dit is ook wel, hij zegt auto pair. Nou ja, dat kan nog wel eens een probleem geven. Heb je dit dan ook, dan moet je eventjes hem opnieuw even resetten, ontkoppelen en even terug in de oplader doen. Daarna hebben we inderdaad de knopjes en alles, zie je hoe die werkt en hoe je moet verbinden. Dus ik vind het wel tof dat ze daar een apart papiertje voor in doen, want er zit nog een handleiding in. Ja, zeker, maar die zit meestal hier tussen. Even kijken, want ik ga het er eens even allemaal tussenuit halen, want dit gaan we netjes allemaal in het karton doen. Allemaal het karton, huppakee. En dan gaan we deze eventjes de pinnacle, zoals we hem ook wel eens noemen. Dat is ook heel graag, dat we dit hier op de verpakking zetten. Flinke uitleg in diverse talen van hoe je moet koppelen, heb je problemen en dat soort zaken. Maar laat me weten in de comments, heb je deze gekocht en heb je problemen? Want dat vind ik altijd even leuk om terug te lezen. Dat was de vraag van hoe werkt die? Nou ja, het eerste indruk is niet positief, want volgens mij gaat er echt alles van alles mis. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het kastje heeft het overleefd. Maar de reden waarom ik de valtest doe is simpelweg om te kijken van hoe werkt het en valt die ook echt open. En dit is per verschillend per product. Nou, mijn AirTip valt eruit, dat is ook gelijk mooi om even te kijken. Nou, die zit er op een vrij aparte manier eigenlijk in. Die heeft een speciaal mechanisme hier aan de binnenkant. Of is er gewoon iets afgebroken? Nee, er is gewoon wat afgebroken. Oké, dat is duidelijk. Ja. Woeps. Nou, dat is dus duidelijk dat dat dus in ieder geval niet te tegen kan. Kunnen we nog erin proppen? Oh ja. Oké, dat zit dan gewoon los of zo. Oké. Het is niet eens afgebroken, het is gewoon losgekomen. Ah, oké, dat is dat duidelijk. Nou, die kunnen we dan voorzichtig even teruglijmen. En vervolgens kunnen we hem dan op zo'n manier nog gebruiken. Dus dat was even de test. Nou, dat is officieel echt wel gefaald als het daarom gaat. Kwalitatief is die daar niet goed voor gemaakt. Hij kan niet tegen de val. Voor de rest is er niks gesloopt. We hebben even het stukje teruggelijmd en het is allemaal weer in orde. Maar dat was ook altijd mooi even te laten zien aan jullie van hoe goed is die als het gaat om de kwaliteit. Want daar heb ik dus wel inderdaad problemen dat hij hem uit elkaar valt. We gaan eventjes scannen naar de nieuwe AirBuds en kijken of we wat kunnen gaan koppelen. Nou, je geeft het aan, Sonolix Pinnacle TWS. En dan gaat het lampje uit en hij is gekoppeld. Laten we eens even gaan luisteren naar de muziek. Maar hoe klinken eigenlijk de dopjes? Ze werken perfect. Ondanks eigenlijk gevallen zijn, de ene was een stukje losgelaten, vind ik het eigenlijk best wel lekker klinken. Alles is weer in orde. En ja, het geluid is gewoon goed. Ik vind het een lekker midden en hoog. Niet te overdreven. Ook nog best wel een bas. En bij een vrij diepe bas. Dus als het gaat om het geluid zelf, ik ben er best wel over te spreken op deze oordopjes.
Ze zitten best wel lekker, maar raar om oren. Ja, ze zitten er wel heel raar in. Maar als je dan gaat kijken naar de touch, ja, dat werkt best wel goed eigenlijk. Dus je kan er prima bij, werkt heel goed. Maar hoe werken de AirBuds zelf? Als je gaat kijken van hoe de functionaliteit is, vooral met de touch, daar ben ik erg over te spreken. Hij is heel gevoelig, dus ook als je erin doet, zet ik hem wel eens per ongeluk op pauze. Maar daarnaast vind ik eigenlijk best wel dat het goed is geregeld. En allebei de oordopjes hebben dan een eigen functie. Ik ben er even over te spreken. Ja, dus ik wil zeggen, hij zit comfortabel, hij klinkt goed. Nou, lekker bezig. Maar dan is de vraag, hoe zit het met de microfoon eigenlijk? Maar dan hebben we natuurlijk de microfoontest. Nou ja, in het algemeen ben ik er nooit zo over te spreken. Voor het geld kunnen we er ook niet al te veel van verwachten. Nou ja, als je echt een gesprek met iemand aan wil gaan, kan ik je vertellen dat het grote deel van de tijd kunnen ze je gewoon niet verstaan. We hebben wind op bijvoorbeeld als jij in een drukke omgeving bent. Nee, dit is niet echt een succes als het daarom gaat. Maar in het algemeen ben ik best wel verrast over hoe de kwaliteit is. Het geluid, maar ook de touch werkt best wel goed. Helaas, nou ja, als je hem laat vallen, heb ik al laten zien, daar is hij niet echt tegen bestendig, vooral als het gaat om het magnetisme. Maar je kan niet alles hebben voor het geld. Ik wil je even bedanken voor het kijken. Ik hoop dat deze video heeft geholpen. Laat me weten van wat vind jij ervan? Heb jij deze getest en vond je het wat of vond je het absolute troep? Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Druk op het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.